De gemeente heeft grootse plannen met het voormalig NDSM-terrein in Noord. Zowel letterlijk als figuurlijk. Een soort ruige versie van Manhattan moet het worden. Met veel woontorens en kantoren, maar ook alle ruimte voor kunstenaars, festivals en mediabedrijven. Vandaag werden de eerste plannen gepresenteerd. De charme van de loodsen en scheepshellingen van de oude NDSM-werf in combinatie met grootstedelijke functies als wonen en werken. Dat is wat de gemeente voor ogen heeft met dit stuk van de noordelijke IJ-oever. Ik denk dat het een wat ruig gebied blijft, maar in hoge dichtheden, waar bedrijven zitten als MTV, waar er festivals als Over het IJ-festival nog steeds plaatsvinden, waar mensen wonen. En met een prachtig uitzicht op het water, waar bedrijven zich hebben gevestigd, waar kantoren zitten, waar er heel veel boten liggen in het water. Het oude NDSM-terrein behoudt in grote lijnen zijn karakter, waarbij veel oude gebouwen een nieuwe functie krijgen. Een goed voorbeeld is MTV, dat hier sinds kort gevestigd zit. Maar er blijft ook plaats voor kleine creatieve bedrijfjes en kunstenaars. Dus we zoeken niet alleen maar doelgericht die internationale mediabedrijven, maar we zoeken ook hele interessante. We zijn nu bijvoorbeeld bezig met een fietsenbedrijf die hele hippe fietsen maakt. Nou, zoiets willen we er ook in hebben, zodat het gebied gaat leven en een bepaalde sfeer gaat uitstralen. Ten oosten van de oude werf komen 2500 tot 3000 woningen. Uitsluitend hoogbouw. Sommige torens hebben een hoogte van zo'n 130 meter. Aan de bestaande pier wordt een dwarsstuk gebouwd met daarop luxe woningen met uitzicht op het IJ. Het industriële erfgoed moet zorgen voor de sfeer. Broedplaats Kinetisch Noord blijft bestaan, maar de ruimte en vrijheid wordt wel enigszins ingeperkt. Je moet heel goed proberen op enig moment een scheidslijn te trekken van tot hoever wil je gaan met die gebiedsontwikkeling, met ook die vercommercialisering van het gebied in relatie tot die culturele, dat creatieve gedachtegoed wat je hier opgetuigd hebt en wat je heel graag wil houden. Eind dit jaar besluit de gemeente over de plannen. Over ongeveer 4 jaar moet de eerste paal de grond in.